Vandaag ga ik avontuur in het dierenrijk uitpakken. En daarna ga ik het spelen en uittesten. Laten we hem gaan openmaken. Mooie munten. Oh, dit zijn voetsporen van dieren. En de andere kant zijn munten. Mogen we die eruit drukken? Ja, ik ga het doen. Ja, dat is maar echt. Wat hebben we nog meer? Deze. Dit zijn ook nog voetsporen. Kijk nou, laat eens zien, mama. Kijk eens. Mooie munten. Geluid. Het zijn piezels. Een vleermuis. Zo, we hebben nog heel even. Zit hij op zijn kop? Dierenvrienden, let op. Dierenverzorger Tim moet in de dierentuin voor veel verschillende dieren zorgen. Daarom raakt hij nog wel eens in de war. Welke dieren kunnen zwemmen? Welke eten bladeren? En welke leggen eieren? Help Tim en vind de dieren die hij zoekt. In 4 spannende spellen leren jullie de dierentuin bewoners onderscheiden aan de hand van hun geluiden en sporen. Sorteer de dieren naar gewicht, grootte en eigenschappen. En luister naar informatie die je van dierenverzorger Tim over de 50 dierentuinbewoners te horen krijgt. En het spel alleen maar spelen met een Tiptoy stift. En moet je los erbij kopen. 50 dierenpuzzelstukken. 50. Je hebt 4 startpuzzelstukken. En je hebt 21 spoorfiches. Dat zijn die. Op de rug is een medaille afgebeeld. Dit zijn allemaal pootafdrukken van... Inleiding. Met avontuur in het dierenrijk kunnen jullie 4 verschillende spellen met het thema dieren spelen. Bovendien kunnen jullie over alle dieren korte informatie horen. Het centrale element voor alle spellen is het regelpaneel. Daarop zijn de ingangen van de dierentuin en dierenverzorger Tim afgebeeld. Tim legt jullie de spelregels uit en leidt jullie door de spellen. Schakel nu de Tiptoy stift in. Om het spel te beginnen moet je hier op drukken met de stift. Spel Avontuur in het Dierenrijk. Tim, de dierenverzorger, die je hier op het spelbordje ziet, legt je alle wetenswaardigheden van de dieren uit en leidt je door de spellen. Tip er maar eens op. Hallo, ik ben Tim, de dierenverzorger. We gaan met elkaar de spannende dierenspellen spelen. Tip daarvoor op 1 van de 4 dobbelstenen om een spel te kiezen. Als je op de dieren tipt, vertel ik je meer over hen. 1 van de 4 dobbelstenen. Hij zijn stappen. Dierengeluiden, ik denk dat je dan de geluiden moet aantippen waar het vandaan komt. Oké. Dierengeluiden. Dierengeluiden raden. Hallo, ik ben Tim, de dierenverzorger. Eerst wil ik graag weten wie er meespelen. Pak allemaal 1 van de 4 startpuzzelstukjes en tip erop. Als jullie allemaal zijn aangemeld, moet je nog een keer op mij tippen. Ja, moet je erop tippen? Speler blauw. Speler rood. Speler geel. We beginnen met 25 puzzelstukken te sorteren, waarop het oranjekleurige symbool het dierengeluid is afgebeeld. Oh, dat snap ik. Ik heb er meteen 3. Nou, heel goed. Dat gaan we allemaal doen. Al die oranje. We hebben nu de puzzelstukken met de oranjekleurige symbolen gesorteerd. Die komen in het midden van de tafel. De resterende puzzelstukken en sporenfiches zijn bij dit spel niet nodig.
Nou, we leggen het regelstuk klaar. En allemaal de spelers zitten eraan vast. Ja. Vanuit de dierentuin klinkt het geluid van een dier. Jullie moeten raden bij welk dier het geluid hoort. Tim? Goed, we beginnen. Selecteer alle puzzelstukken waarop het oranjekleurige symbool voor dierengeluiden is afgebeeld. Leg deze puzzelstukken in het midden van de tafel. De andere puzzelstukken en de sporenfiches worden in dit spel niet gebruikt. Als jullie klaar zijn, moet iemand weer op mij tippen. Als jullie de spelregels uitgebreider willen horen, moet je op het infosymbool tippen. Tim. Ik ben speler rood, hè? Helaas, fout. Jij bent aan de beurt. Speler blauw. Welk dier maakt dit geluid? Tip op het juiste dier. Als je het geluid nog een keer wilt horen, tip dan op de infosymbool. Helaas, fout. Probeer het goede dier te vinden. Speler geel. Welk dier maakt dit geluid? Ja! Het juiste dier. Als je het geluid nog een keer wilt horen, spoorfiche erbij.
Het volgende ronde dierenspoorfiche van de stapel om. Speler rood. Tip op het omgedraaide ronde dierenspoorfiche. Oeh, die smaak. Heel goed. Draai nu het volgende ronde dierenspoorfiche van de stapel om. Ik vind het heel leuk. Vooral ook sporen. Ik vind gewoon alles leuk. Wat vind jij ervan, papa? Ik vind het heel leuk en ik vind het heel gezellig om te doen. En je leert er ook heel veel van. Ja, van heel veel dieren. Want ik heb al dingen geleerd die ik echt nog niet wist. Ik geef een duimpje omhoog. Ik 100. Nee, 1000. Laat maar zien. 1000! Wij gaan nog even verder spelen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doei!